Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Meneer Hendricks, je hebt vandaag een project voorgesteld. 148, de stamnummer van KV 148 Forever. Kan je dan een klein beetje toelichten wat je daarmee wilt bereiken? Wat de inhoud is van dat project? Wel, er zijn natuurlijk verschillende elementen die daarin spelen. Eerst en vooral, wij bestaan 102 jaar. Wij hebben dus een van de oudste stamnummers die er zijn in België, 148. En we willen die niet kwijtraken. Maar het is natuurlijk heel dichtbij geweest dat wij niet meer onder dat nummer zouden kunnen spelen hebben door alle moeilijkheden. En dus die zijn nu voorbij. En wij willen dus de Turnhoutse supporters overtuigen. Wij blijven 148 als jullie helpen. Want wij hebben hulp nodig. Ik moet het niet meer herhalen dat wij ja, zonder de steun van wat die regelen aangevallen zijn. En natuurlijk het budget voor dit jaar is merkelijk minder. Dankzij de spelers die bereid zijn te spelen enkel voor de premies. Geen contracten, geen verplaatsingsvergoedingen of andere vergoedingen. Maar belet niet dat er toch nog een tekort is. En dat tekort willen wij vullen. Dat tekort, hoeveel is dat? Dat zal tussen de 50.000 en de 100.000 euro schommelen. Wij hopen natuurlijk via sponsoring wel een deel te kunnen inhalen daarvan. Maar het blijft zo zonder hulp. En wat op een andere gelukt is, willen wij nu ook proberen in Turnhout. Dat de supporters een grotere bijdrage naar gelang hun mogelijkheden en hun intenties geven. Zodanig dat we via die weg een 50.000 euro zouden kunnen bereiken. En dan kunnen we het seizoen rond gaan. En dan blijft Turnhout bestaan. Dan blijven we de 148 houden. En wij voelden toch wel aan de laatste weken in al die moeilijkheden dat die supporters toch wel aan dat stamnummer eigenlijk veel waarde hechten. En dus we zeggen 148 forever, alleen als jullie meehelpen. Het verhaal van Wadi Degela is helemaal opgelost of is jullie zijn tot een akkoord gekomen? Ja, we zijn tot een overeenkomst gekomen, ja. Het is altijd beter als je in een betwisting zit dat je geen procedure, maar dus een minnelijke oplossing bereikt. En dan moet je natuurlijk langs de beide partijen bereid zijn om die te vinden en eventueel wat toegevingen te doen. En we zijn zover geraakt dat de oplossing is er. Denk je dat er nog genoeg hart voor Turnhout is dat ook de sponsors, dat ook de supporters over de brug komen met financiële middelen voor dit jaar? Ik zou teleurgesteld zijn moest dat niet zijn. Ik weet natuurlijk niet, want wij moeten ook ons bewust zijn. Wij hebben geen duizenden supporters meer langs het veld. Maar wij hebben nog altijd zeer trouwe en ik zou toch bijna zeggen heel bewuste supporters. En als ze allemaal een beetje meedoen, dan moeten we daar wel geraken. En er zullen er dan wel een paar zijn die iets mee willen doen. En zo hopen wij toch wel daar te geraken. Ik moet zeggen, ik heb bewondering voor u, voor uw doorzettingsvermogen. Maar is dit een beetje de laatste kans om de club te redden? Wacht, ik spreek niet graag in zulke termen van laatste kans. Bieden zich altijd kansen aan, bedoel je ook? Als dit niet lukt, ja, dan moeten we zoeken naar een andere mogelijkheid. En die zijn er misschien ook wel te vinden, maar ik hoop dat we niet naar andere mogelijkheden moeten zoeken, dat dit kan lukken. Maar ik kan daar alleen maar hopen en ik kan er geen zekerheid in geven. Maar moest dit niet lukken, ja, dan zoeken we wel iets anders. Maar wij hebben ons voorgenomen, we spelen dit seizoen uit, KV Turnhout blijft bestaan, 148 forever en daar gaan we voor. Bing TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bing It. Just Blink It.